Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We zien op de satellietfoto een prachtige krul boven Nederland. Dat is een laag drukgebiedje hoger in de atmosfeer. Het zorgt voor een verhoogde neerslagkans en in de ochtend valt er vooral in het zuidoosten en midden wat neerslag in de vorm van sneeuw. En die neerslag trekt ook geleidelijk naar de westelijke provincies. In de loop van de middag wordt de lucht wat zachter en zou er ook wat regen of natte sneeuw bij kunnen zitten. Tegelijkertijd neemt de intensiteit af. Vanmiddag temperaturen tussen plus 1 en lokaal plus 5 in Limburg. Daar de hoogste temperaturen. Vanavond gaat de temperatuur alweer vrij vlot richting het vriespunt. Laat in de avond neemt vanuit het zuidoosten de kans op opnieuw winterse neerslag ook weer toe. En in de nacht kan het plaatselijk zelfs ijzelen, ook morgenochtend vroeg nog. kans op gladheid is dus vrij groot, maar morgen aan het eind van de ochtend wordt het droog. En in de middag breekt de zon door. Plus temperaturen, plus 3 tot plus 6. En dan zijn winterse perikelen voorbij. Maandag, dinsdag, woensdag, vol op ruimte. Voor de zon neerslag is niet meer aan de orde en overdag hebben we temperaturen die steeds verder oplopen. Woensdag lokaal boven de 10 graden in het zuiden, maar in de nacht kan het nog altijd licht vriezen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.